Dus morgen is het belangrijk dat je eigenlijk meteen, weet je, je stapt even, je laat er even de bak zien. En als je iets eng vindt, dat je daar niet heel veel aandacht aan besteedt, maar dat je gewoon blijft rijden. En als ze ontspant, dat je dan ook zegt dat het goed is. Dat je dus niet heel veel aandacht gaat besteden. Ah, ze vindt het eng. Dan wordt het vaak alleen maar erger. Ja. Gewoon duidelijk, daar. En als het goed is, is het klaar. Dan beloon je met je stem of met je hand of weet ik veel. Ja. En dat je meteen in het begin gaat kijken naar die voorwaartse stap. Zit je te stappen voor spek en bonen dat je een keertje wegdraaft. Totdat je dat net zo lang doet, dat je voelt in de stap is ze naar voren. Als ik been geef, draaft ze aan. Goed zo. Dat je niet been aan het geven bent. Dat je denkt, ja, ik zit wel been te geven, maar er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Ja. Dat is belangrijk, hè? Dat je geen been geeft voor spek en bonen. Ook dat om voor haar heel duidelijk te zijn in wat goed en minder goed is. Been is naar voren. Zo, ja. En lekker zo beginnen. Die overgang van de stap naar de draf. Als die goed is, ga je in de draf naar die middendraf. Als dat goed is, ga je naar de galop. Goed zo. En zit zij in die middendraf dat ze een 1-2 keer aangaloppeert, mag je van mij best eerst in die galop een beetje meer naar voren. Ja. Dus als je denkt, ze blijft een beetje strak, ga dan toch maar even galopperen. Want in de galop wordt die rug vaak iets makkelijker los. Goed zo. Probeer ook eens te kijken dat je na, dat moet je wel nadat ze gelopen heeft. Oh, Blondie. Gaat ze die grap begrijpen? Dat je na het rijden, zeg maar met een snoepie. Jezus, je zal zo'n fiets hebben die zo'n herrie maakt. Ik ga een peentje pakken. Of een brokje. Dus dat je kijkt met een snoepje dat ze mooi recht is. En dat ze dan... Kijk dit. Zie je dat dit mooi rond wordt? Dus eigenlijk, ik deed vroeger met haar proberen leren te buigen. Ja, dus dat is hartstikke goed. Zie je dat ze een beetje naar links afwijkt? Ah, moet je eerst je mond leeg eten? Ben jij er zo een? Kom maar, jij kan vast twee dingen tegelijk. Dus dat je echt heel goed zegt en een beetje zo naar de knie. Zo, goed zo meisje. Dat je dat gewoon elke dag na het rijden een paar keer doet. Ja. Goed zo. Stappen lekker. Loop hoor. En dan ga je ze nu lekker wassen, hopen dat ze morgenochtend nog schoon is. Ja. Goed zo. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Super leuk kijken naar deze nieuwe weekvlog. Ik ga vandaag op wedstrijd. Op manege de Beijaard. Beijaard. Iets in die richting. Best wel zin in. Wel een beetje spannend. Het is de eerste keer dat ik buitenaf ga starten. Dus ik ben nu even mijn knot aan het maken alvast. Ik heb vandaag gisteren allemaal tips gekregen wat ik kan gaan doen tijdens het losrijden. Dus dat ben ik van plan om te gaan doen. Stress die zit op dit moment mooi. Het is een beetje stress, maar het gaat nog wel. Blondie zat in het trainer. Dat zijn we met de boer on tour. Jessie is mee, want Jessie houdt heel erg van mama. Dus, alleen van mij? Volgens mij houdt ze gewoon van overal heen gaan. Nou ja, ze houdt van overal heen gaan. Ze houdt van de auto, ze houdt van plekken. Dus we hebben meegenomen. En ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Want we hebben Jessie natuurlijk een weekje. En ze is tot nu toe best wel heel erg braaf. En dan ben ik benieuwd hoe ze het op de wedstrijden doet. Wij gaan nu naar Oplussen dan. En ik ga mijn knot afmaken. Zien we jullie zo. Ik ben hier samen met de blonde pony. Hallo blonde pony. Dani is nu aan het rijden in de bak om bokken. En dat ziet er echt heel gaaf uit. Zo'n Friese hengst met Daan erop. Dus dat is wel gaaf. Ben je nou nat geregend op je kont? Of Blondie heeft geplast? En ik heb maar één probleempje. Mijn schoonmaakspullen van mijn laarzen liggen in de auto en het dekje ook. En dat heb ik nu nodig. Dus ik moet nu weer terug. Oké, okay, be right back. Mijn haar zit ook echt fantastiek hier. Oh. Oeps. We hebben hier een haar één. Die we even moeten schoonmaken. Ik ga met mijn normale laars, niet met die roze, want die zijn, weet dat, vetertje zit los. Welkom bij Cleaning Up, dicht Tessa. In plaats van Keeping Up, hebben we Cleaning Up. Mijn privéverhaal op Snapchat heet Keeping Up with Tessa. Goed gecleaned. Zo, heel top. Next. Thank you. Next. Ik heb gisteren mijn musical teruggekeken. Dat was raar om terug te kijken.
was nu natuurlijk een jaar geleden of zo. En ik dacht echt dat het goed ging, maar het ging voor geen meter. Ik dacht echt dat het goed ging. Ik weet nog precies wat ik deed, hoe ik het deed. Dat ik mezelf helemaal geweldig vond. Nou meid, acteren is misschien wel jouw ding, alleen met wat oefening. Ja, we gaan beginnen, Tess. AXC binnenkomen in arbeid, stop. AXC binnenkomen in arbeid, stop. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf, linkerhand. AXC binnenkomen, arbeid, stop. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf, linkerhand. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf, C, linkerhand, HK, gebroken lijn, 5 meter. F, E, van hand veranderen. M, F, gebroken lijn, 5 meter. E, B, E, grote volte, na enkele drafpassen, paard de hals laten strekken. Tussen E en H, teugels op maat, C, X, C, grote volte. Op de volte tussen X en C, arbeidsglob rechts aanspringen. E, B, E, grote volte. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. K, X, M, van hand veranderen, enkele passen verruimen. C, X, C, grote volte. Tussen X en C, arbeidsglob links. EBE, grote volte. KA, overgang arbeidsdraf. FE, van hand veranderen voor E, overgang arbeidsstap. A, afwenden, daarna arbeidsstap. Tussen X en G, halt houden, groeten. Ja, we gaan beginnen, Tessa. Rij nog maar even volte en dan starten we. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf. C, rechterhand. Rechterhand. MXK, van hand veranderen. Enkele passen de draf verruimen. Tussen A en F, overgang arbeidsstap. AF, stap. FE, van hand veranderen. Enkele passen de stap verruimen. Tussen F en A, overgang arbeidsdraf. KB van hand veranderen. FA draf, KB van hand veranderen. B van hand veranderen, CXC, grote volte op de volte tussen X en C, arbeidsglob links. EBE, grote volte. EBE, grote volte. Tussen K en A, draf. Dus K en A, arbeidsdraf. B, E, B, grote volte. Na enkele drafpassen het paard de hals laten strekken. K, A, draf. B, E, B, grote volte, hals strekken. E, afwenden. B, rechterhand. E, afwenden. B, rechterhand. B, rechterhand. A, afwenden. Arbeidsstap. Tussen X en G, halt houden. En groeten. A, afwenden. Daarna arbeidsstap tussen X en G, halt houden en groeten. Ik ben terug. Ik ben een beetje zeikerd geworden, want ik vond dat mijn proef niet heel goed ging. Ik had allemaal minpunten en zachte positieve dingen er niet van in. Mijn punten zeiden wat anders, want ik had 187 en 190 punten. Dus dat zijn weer 3 winstpunten. Ik heb nu in principe mijn punten voor het L, maar ik blijf in de B. Ik heb wel 2 keer in de verkeerde galop gezeten en daardoor... En... Ja, het is een beetje een rottig boekje hier. Nee, ik heb 2 keer in de verkeerde galop gezeten en daardoor dacht ik eigenlijk... Nou weet je, mijn proef is gewoon verpest, omdat dat nooit gebeurt. En ja, ik heb wel geprobeerd om het te herstellen en dat is blijkbaar ook gelukt. Want na die 4 heb ik weer een 7 en 7 en een 7. Dus dat is helemaal top. Nu gaan we naar huis toe. Blondie weer in een stalletje zetten. Paardjes op de wei.
En Blondie mag ook op de wei. Blondie, ja, ik zet ook paardjes op de wei. Ja, maar je zegt, ik ga Blondie in een stalletje zetten en de paardjes op de wei. Nou, Blondie mag ook op de wei. Blondie mag ook op de wei. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik sta hier in een lege stal. Of nee, toch niet? Droppie. Dan ga nog heerlijk lekker te slapen. Oh, rustig. Ze lag nog te slapen. Ik heb haar denk wakker gemaakt. Ze lag ook helemaal met haar neus in het stro. Blondie en ik gaan vandaag naar een kliniek toe van Bob. Bob, achternaam weet ik niet. Maar van Bob. En ja, dat klopt hè. Dus ik heb hier één touw. Een ander touw. Ik heb het schuim nog steeds niet gevonden. Dus dat is wel een beetje naar. Wat meer interessants vertellen? Nee, eigenlijk niet. Ik zet je gewoon hier neer zo. Wat heb je voor leuk kunt mee? Wat is er voor een? Een NRPS. En welke bloedlijn? Leuk hoor. En wat rij je ermee? B. En hoe oud ben je? Ik ben zelf 13. Leuk hoor. Ray. Ik vind het altijd moeilijk in te schatten. Iedereen is zo lang dat ik denk... Je kan 13 zijn, maar je kan ook 17, 18 zijn. En hoe lang heb je hem? 2 jaar. Leuk. En hoe oud was die, zei je? 5. 5. Dus je hebt hem gewoon als 3 jaar gekocht, zadelmak gemaakt? Nou ja, hij was denk ik een weekje zadelmak of zo. Nee, hij was een maand zadelmak. 3 weken, nou ja, iets in die richting was hij zadelmak. En toen is hij naar ons gegaan, daar 4 geworden en wordt dit jaar 6. Leuk zeg. Dus, Leuk. Nou, laat even een klein stukje zien wat je normaal thuis doet. En ja. Ik hoop dat je wat nuttige tips mee kan geven. Niet doen. Leuk hoor, dit. En rij je ook de 30ste mee? In de regio. In Amsterdam? Ja. In de B? Ja. Nou ja, ik heb in principe mijn punten voor het L wel al en ik train al op L2 niveau ongeveer. Oh, leuk. Oh. Maar ik blijf nog in de B dat ik niet teleurstellingen tegenkom. Ja, nou, dat zal wel meevallen. Maar ja, van de hele groep, ik zag een hele groep en dan mogen er wel weliswaar 3 of 4 door, hè? Zag je het ook? Hey, probeer in eerste instantie... He, dat is met alles goed op die tak te letten. He, als je die drie dingen, tak, lossigheid, aanleuning, in de eerste jaren heel erg serieus meeneemt, heb je er daarna echt wel lol van. Ja. Dus als je rijdt, dat je echt duidelijk dat ritme erin hebt. En het zijn allemaal communicerende vaten, dus je hebt, verbeter je de tak, zal de lossigheid verbeteren, zal de aanleuning verbeteren. He, dus overrij hem niet, maar zorg wel dat er een duidelijk ritme in zit. Zo, juist. Een keertje van hand veranderen. Kijk, wat ik zou doen is het afkouwen meer benadrukken. Mm-hmm. Maar dat is altijd natuurlijk, kom je altijd een discussiepunt. Je wil het paard nooit te rond te diep hebben. Te rond misschien wel, maar te diep zeker niet. Kijk, deze stretchbeweging, stappen we even samen. Zo, nog een keer. Daar. Zo, voel je dat? Ja. Zo, en dan laat hij ook los. Kijk, het is gewoon een gegeven. Een losse hals creëert een losse rug. Dat betekent als hij zich in zijn hals vastzet, kan je met die rug doen wat je wil, maar gaat hij nooit loslaten. Ja. Andersom wel. Beter aan de andere kant gaan staan voor de kans niet van de klep af. Braaf, knap hoor. Helemaal alleen. Hoi. Hoi. Het is maandagochtend. Yeah. Hoe is de vogel zijn bed uit? Als we dat iets spontaner doen. Nou, wat wordt ons begin? Is dat gewoon... Het is vandaag maandag.
Doe dat nog een keer, dan kijk ik ook gezellig. Ja, doen we het samen. 3, 2, 1. Het is vandaag maandag! Wij zijn vandaag in Hazerswoude bij Astrid Hoppenbrouwer van Horses in Hands. Wat gaan we doen vandaag, Tess? Vandaag gaan Blondie en Jess voor het allereerst op de aqua-trainer. Ze gaan deze week 3 keer om er goed aan te wennen. En dan, ja. Dan gaan ze iedere week of iedere maand 1 keer? Dat weet ik niet eigenlijk. Ik denk dat ze nu even gaan wennen en dat we dan een plan opstellen om de paarden zo nog meer in de training te helpen om te ontwikkelen in hun lichaam. Ja. En wel knapperd is het hoor. Dank je. En is hij ook springgefokt? Of ja. Oké. Meer balans, meer spierkracht krijgen. Met name ook wat meer aanspanning van de buikspieren. Dat ze waarschijnlijk die balans beter kan houden en beter kan blijven sporen. Wat doet zij verder als ze dingen spannend vindt? Hoe reageert ze dan normaal? Nou ja, ze doet soms een paar pasjes naar achter, maar ze doet nooit echt stijgen of iets. Oh, oké. Okay. Zo is het. Het is vandaag dinsdag, 2e dag van de aqua-trainer. Blondie gaat weer gezellig mee, want Blondie gaat natuurlijk op de aqua-trainer. Ze past al heel schoon, nou ze is heel schoon. Dus ik heb haar al schoon gedaan, peeskrappen, buik gekrapt. Dan gaan we nu naar de naar Horse & Hands. En misschien nog de Starbucks. Ik ga Blondie nu van de trainer zetten, kijken of mama ook er klaar voor is. Nou, mama is aan het rijden. Nou, ik ga dan even naar de trailer toe. Ga ik op de trailer zetten en dan ben ik weer beneden terug. We zijn inmiddels aangekomen bij Horses & Hands en ik ben achter iets gekomen. Blondie heeft spierpijn naar kont. Loop maar mee. Scover, oh, ho, ho. Scover, ho. Als ik over kont heen ga, dan... Nou, je ziet het nu niet. Wacht nee, even hoor. Nog wel. Nou, nu is het niet. Misschien de andere nu kant. Nu valt wel mee. Oh. Nou, Blondie, kom maar mee. Dan mag je nog meer bullenspiertraining doen. Oh ja, oeh. Ja. Dus het is wel... Ze stapt goed wat wijd.